bij Ensemble Video en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Make-up Magic Minutes. Ik ben natuurlijk weer met Amanda hier. En wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag kijken naar hoe we een hele mooie gezonde pop of color op de cheeks kunnen krijgen. Just lips and cheeks en dat in een paar minuutjes. Laten we beginnen. Yes. Bij het aanbrengen van blush is goed gereedschap natuurlijk het halve werk. Ik noem het de strandwandeling. Door hele kleine rondjes te maken op de appeltjes van je wang, creëer je al snel een gezond blosje. Een crème blush is heel geschikt voor een droge huid en voor een maximaal effect kun je natuurlijk ook eerst een crème blush aanbrengen, daaroverheen een poederblush, afpoederen en voilà, you're good to go. Om de houdbaarheid van de kleur te verlengen gebruik je natuurlijk altijd een lippotlood. Gebruik een lipstick dat aansluit bij de kleur van je huid en ook de kleur van je lippen. Niet te licht en vooral niet te donker. Dit is het dan. Dit is hoe je op een makkelijke manier kleur kan aanbrengen op je wangen en je lippen. Dit zijn de trendkleuren. Ik zou zeggen, ga ervoor. Dankjewel voor het kijken. We hopen dat jullie dit leuk en nuttig vonden. Wij zijn natuurlijk snel weer terug met een nieuwe aflevering. En tot die tijd steek je duimpjes omhoog als je meer wilt zien. En dan zien wij jullie snel weer. Bye! Hoi!